Beste Bluesmoes-kijkers, we hebben vanavond weer een prachtige blues-sessie gehad in Bluesmoes Café. Jawel, de Gen B Blues Band, dat staat voor Jennifer Bowman. En die staat hier achter. Ze zijn blij, ze hebben in ieder geval bier op. En Jennifer zit aan de whisky. Is dat nodig om je stem op kracht te krijgen? Of kun je ook jezelf die krijzende stem opzetten? Niet voor de stem, misschien voor de geest. Nee, word je iets losser van. Hoe ging het vanavond? Nou, voor mij wel goed. Ik weet niet hoe het voor de rest was. Nee, ging super wel. Kan beter. Kan altijd beter. Ja. Het is anders als je zo voor een radio/tv opname staat dan in een volle zaal die helemaal losgaan op jullie. Het is een woensdagavond, maar desalniettemin. Deden jullie het perfect bij mij? Opviel achter bij de regisseur was in ieder geval de dubbele gitaar af en toe bij een paar nummers. En de afwisseling die in de gitaren zit. Qua stijl, qua sound, maar ook qua wie dan de lead neemt. Hebben jullie daar wel eens ruzie over gehad? Of is dat een natuurlijk proces hoe dat gaat met spelen? Rob? Bij ons is alles een natuurlijk proces. Het gaat allemaal vanzelf. Ja, dat klinkt echt... Ja. Nee, maar eigenlijk, zonder geen... We hebben er eigenlijk nooit discussies over. Het is vaak al bij het kiezen van het nummer duidelijk wie de solo gaat doen. Daar is eigenlijk nooit over gepraat. Het gaat vrij automatisch. Dus misschien toch natuurlijk, ja. Muziekkeuze. Wie bepaalt wat jullie gaan spelen? Dat doet toch Jennifer, ja. Nou. Ja, op podium lijk ik de baas, maar in de repetitieruimte ja, dan moet ik mijn bek houden. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee, maar ik kom nooit met nummers, moet ik zeggen. Nee, maar ik zeg altijd wel of ik een nummer wel of niet leuk vind. Jij moet het goed kunnen zingen, goed kunnen brengen met het gevoel. En dat is nodig om het nummer te kunnen spelen. Ja. Muzikaal is het invulbaar, maar het gaat om de stem. Dus vandaar dat jij dus... Ik doe mijn best. Ja. Nou, over gevoel gesproken, we kunnen wel merken dat dat erin zit. Jij bent op je best als je kunt fladderen en vlieren en je helemaal kan laten gaan op de muziek. En dan gaat het allemaal van zichzelf. Het is niet zo dat jij je zelfs op een sessie als vanavond in staat te houden. Nee, daarom heb ik op een gegeven moment ook mijn schoenen uitgedaan, want ik moest even bewegen. Dat moet eruit, die energie. Dus dat moet bewegen. Als jullie een gig voorbereiden... Hoe ziet bij jullie zo'n avondje eruit? Je laat de grote trom in en dan gaat vanzelf de rest in de wagen. Hoe ziet zo'n avond eruit? Nou ja, vanavond niet. Maar zelfs altijd laat. Nou ja, ik ben de drummer. Er gaan een hoopje dat alles uit die bus komt. Maar vanavond was het even iets anders. Ging dat even iets anders. Op een gegeven moment, ik wilde mijn spullen opbouwen en ik miste die grote tas met die grote trommel. De grootste trommel, de bassdrum. Dus die was er niet. Dus dat was even improviseren. Maar je was ook te laat. Rijnlijk? Ik was ook te laat, ja. Ja, maar dat was... Het is een hard lesson. Joost is wel ingepakt. Oh, dat is mijn eigen schuld dus. Uiteraard. Ja, oké. Okay. No. Nee, dat is altijd jouw eigen schuld. Dat klopt ook, ja. Hey, ambitie. Even terug te komen over de Jenby als band zijn. Wat is jullie ambitie? Iedere zichzelf respecterende band moet natuurlijk een keer de studio in om hetgeen wat ze kunnen vast laten leggen op cd. Zet dat in de maak. Ja, daar zijn we wel mee bezig. Ambitie is er wel, maar het gaat erg langzaam. En dat heeft meer te maken met de drukke bezigheden in het andere leven wat we naast het muziek maken leiden. En dat is... Verhuizen, onder andere. Het houdt in dat we eigenlijk maar één keer in de twee weken repeteren. En in de tussentijd heeft iedereen nog wel een bandje on the side, waardoor dus... deze bezigheden een beetje op een zijspoor komen. Oh. De ambitie is er wel. Ambitie, maar... ideeën, creativiteit is er allemaal voldoende en het gaat er ook wel van komen. Ja, de eerste nummer vraag... is er. We hebben er ook afspraken over gemaakt. Maar, de eerste nummer is er. De eerste nummer is er. De tweede en derde ook wel een beetje. Maar hij nog eens ja, een die is er ook. Nee, dat klopt. Dat betekent dat jullie dus wel muzikaal het aandurven om een eigen nummer te schrijven, begrijp ik? Ja, absoluut. Maar we zoeken ook nog een sponsor volgens mij. Goede studio? Nee, serieus, want het is natuurlijk hartstikke, je moet met z'n allen de studio in, dus dat gaat een paar cent kosten. Ja, en bovendien, vanavond zijn er opnames gemaakt, dus daar hebben wij wel wat hoge verwachtingen van. Dus hopelijk zit daar mooi materiaal voor YouTube en misschien voor onszelf ook bij. En bluesmuziek vind ik zelf, is live, een live registratie vind ik met blues mooier dan dat je de studio in gaat. Dus het klinkt altijd heel vlak, of niet vlak, maar ja, gladjes, minder sfeer dan live. Dus live registratie, goede live registratie, dat zou... Voor mij ook. Nou, toevallig degene die de drumstijl uitgeleend had, die zei ook, het hoeft allemaal niet zo netjes bij de blues. Blues moet een verhaal vertellen en dan maar rauw. Dat is ook zo. En dat, gelukkig wordt er bij ons behoorlijk veel geïmproviseerd. En dat leidt soms tot hele mooie en ook hele spannende momenten. En dat houdt het weer levendig. Ja. Soms gaat het goed en soms gaat het fout.
Ik heb gevallen. Vanavond. No. Aan de luister. Mama dit. Aan de luisteraars om dat te bepalen of dat wel zo is. Je moet alles oplossen, dat is het mooiste. En als je het oplost, dan doet het goed. Ik heb nog één vraag aan de bassist. Kun je even je mond dicht houden? Maar hij heeft een mooie hoed op. Hij is echt een bassist. Het is de stille stone van de Gen B Blues Band. Hè. Hij zegt niks, maar hij heeft wel alle snaren, alle vier heeft hij toch wel al in eentje raken als je aan het spelen is. Wel één keer, minstens. Toch? Nou, het viel mij wel op. De ritmesessie doet wat hij moet doen. Staat keurig in dienst van de twee gitaristen en de zangeres. En daar is eigenlijk niks op aan te merken. Ja, dat is dan mooi om te horen. Ja, dankjewel. Daar doen we het voor. Wat is jullie ambitie qua spelen? Gewoon, net wat je zegt, spelen. Gewoon 2 tot 3 keer per maand zou mooi zijn. En dat met een uitzondering mag het 4 of 5 keer. Maar dan moet het ook gewoon leuke, echt bijzondere optredens zijn. Dat je echt zegt van, nou, dat is een toegevoegde waarde. En, maar het belangrijkste is gewoon optreden. Belangrijkste is optreden. Even terug naar jullie persoonlijk en dan mag je misschien zelf afgaan. Wat is jouw favoriete bluesnummer? Jee, dat is een lastige. Die moet ik eigenlijk wel even over nadenken. Kunnen de rest ook voor zo over nadenken? Nou, dan ga ik toch eentje pakken die we vanavond hier hebben gespeeld. En dat is toch van Love of Mine van Lance Lopez. Lance Lopez, ja, die had een mooi verhaal. Ik zei, het valt me keurig op. Het las een beetje in de strand van Wees Bonnet. Ja. Een dubbele gitaar die hij tegelijkertijd speelde. En zei, ja, dat klopt. 1 gitaar is een blaaspartij die over omgezet heeft. Ja, hij heeft het omgezet. Een blaaspartij omgezet weer naar de gitaarpartij. En wij hebben er weer een andere stem onder gezet. Waardoor je weer een beetje refereert naar het oude soulnummer. Volgens mij van, god, het zal vast een of andere Otis zijn. Is het ook een beetje Gen B Blues-achtig om een nummer niet helemaal hetzelfde te doen zoals die door de originele artiest gemaakt is, maar net een beetje een eigen draai eraan te geven? Allereerst met de stem van Jennifer dan? Ik bijna zeggen per definitie, wij spelen alle nummers anders dan zeg maar, soms ook onbewust op de plaats staan of live geregistreerd zijn. Dus. Ja, neem Automatic al, toen vroeg ik al wie gaat de mondharmonica spelen, zei nee, dat doen we niet. Nee, dat hebben we hebben het ooit wel met een mondharmonica gespeeld, alleen... Zit een mondharmonica in? Zit een mondharmonica in, hè? Maar dat ging destijds, die man die is verdwenen. En toen moest het op een andere manier oplossen. En ach, zo is het ook acceptabel. Kijk, mondharmonica is natuurlijk hartstikke mooi, maar als je hem niet hebt, dan moet je het zo doen. Het is geen keuze om een nummer niet te doen, vind ik. Oké, jouw favoriete bluesnummer? Jouw favoriete blueszangeres dan? Aan wie zou jij je willen spiegelen? Ja, nou, ik heb niet iemand tegen wie ik wil spiegelen. Maar er zijn heel veel zangeressen die ik vertel. Ik vind Nina Simone goed, ik vind Coco Taylor goed, Etta James. Ja, maar ik heb niet echt een favoriet nummer. Er zijn zoveel nummers die ik lekker vind. Zolang het mij raakt en de tekst ergens over gaat, dan vind ik het. Dus gevoel is belangrijker dan geluid? Ja. Nee. Voor mij dan. Ook qua tekst. Ik wil wat ze zingen, dat wil ik. Ik wil, nee, wacht, wat ze zingen, dat wil ik kunnen horen in hun zang. Snap je? Als ze pijn zingen, wil jij pijn doorgeven. Ja. Kijk, dat noemen we inderdaad emotie. Dat straalt er wel af, dat komen we zien. Ja, ik kan ook niet een nummer noemen. Ik ben een groot fan van Robin Ford. Ja, ik vind heel veel mooi van hem, maar ik vind ook van heel veel andere bands, artiesten ook heel veel mooi. We gaan het rijtje af. Eens kijken wat hij gaat zeggen. Mooi. Kom maar daar. Blind Love van de Elman Brothers. Dat is mooi. Mijn favoriet. Nee, ik ga niet zingen, maar de dubbele gitaren die erin zitten en de gitaarriffs die erin zitten, zijn geweldig. En de gitaar heeft op de eind is wel anders, is ook weer helemaal geweldig. Het zou eigenlijk een nummer voor jullie kunnen zijn. Ja, hemd was overgassen. Nou, dat doen we volgende keer. Mijn favoriet is B.B. King. Al 30 jaar. Alles. Maar ik heb geen bepaald nummer. Het is wel een andere stijl van spelen dan jij. Als je dat... Ja. Kun jij, ik heb trouwens wel gemerkt, de zang die je wordt opzaakt door Jennifer, maar jij doet af en toe ook 1 nummertje mee. Dat was wel verrassend. We hebben het goed in beeld gebracht hoor. Nee, maar dat draagt bij aan de afwisseling. Hoe zien jullie de blues in Nederland, jongens? Want daar opereren jullie toch het meest in. Ja. In het algemeen, dan laten we het gewoon een circuit eens waar jullie in opereren. Is dat makkelijk? Is dat moeilijk? Is het leuk? Is het hard werken?
Ik vind Nederland zelf een beetje saai. En zo snel een mening ergens over. Ik denk, doe even chill en lekker genieten. Als je niks aanvindt, dan don je me op. En anders gewoon lekker meedoen. Vind ik dan. Maar. Dat was mijn vraag ook. Oh, okay. Klaar mee. Nee, dit is wel, ik denk dat wij op zich, we hebben eigenlijk niet zo heel veel te klagen. We spelen eigenlijk al een paar jaar lang gemiddeld 2 tot 3 keer in de maand. Dus op zich doen we het, denk ik, best goed. En we zouden inderdaad wel wat meer willen in de festivalzin, dus wat grotere dingen. Maar ja, dat is een bepaalde scene waar je niet 1, 2, 3 tussen komt. Nee, dan moet je toch naar je eigen werk en meestal een cd's wat er gevraagd. Ik ken het uit ervaring. Nee, maar dat is ook logisch. Ja. We zijn ermee bezig. Voor die stap willen wij ook zetten en dat gaat ook wel gebeuren, maar het is een kwestie van tijd. Tijd. En wanneer? Nou, we zullen zien. Tijd, die hebben wij in ieder geval vanavond niet meer. We maken er een prachtige uitzending mee voor de Gen B Blues Band. De opnames hebben voldoende. En we hopen dat jullie een fijne avond gehad hebben bij ons hier. Hartstikke goed. Top. Ja. Dankjewel. Nou, bedankt voor het drumstel. Graag gedaan. Wel hier later. Ja. Moeten we eruit, Marcel.